Thomas Groenen, staat hier de nieuwe landskampioen tegenover mij? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ik heb alle vertrouwen in dat we de titel kunnen pakken en daar gaan we hard voor werken. Voor de luisteraar van Radio Noord-Holland die jou niet kent, je komt uit Hoogkarspel en je basketbalt in Groningen. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik ben begonnen in Den Helder, Eredivisie, en die gingen failliet. Toen ging ik naar Berg op Zoom en toen ging die ook failliet. Nu zit ik in Groningen. Kortom, Groningen gaat ook failliet. Nou ja, dat mogen we niet hopen, maar Groningen is al stabiel. Het is een hele grote club, een mooie club in Nederland. Vandaag zag ik in de hal dat het gewoon echt druk was. Ja, en dan heb je ook nog eens een hele mooie rol erbij. Want het is niet zo dat je hier een beetje bankvulling bent. Je hoort gewoon echt bij het team. Ja, zeker. Ik zit gewoon vast in de rotatie. Ik ben ook gewoon belangrijk voor het team. Dus ik heb hier goed naar mijn zin. Beschrijf jouw rol eens hier. Nou, ik ben een center. Ik moet veel screen zetten. En Rogier is lekker vervelend bezig. Mijn rol is hier gewoon om goed te rebounden. Rebounden vooral. Ben jij hier de man? Ben jij hier een nobody of ben je een beetje ertussenin? Nou, ik denk een beetje tussenin. Ik ben geen nobody hier. Maar ik ben ook niet de grote man. Maar ik ben wel gewoon belangrijk voor het team. Gasten Flames, Groningen. Eerst in de reguliere competitie. Hoe zie jij de kansen voor de play-offs? Nou ja, wat ik net al zei, ik heb er heel veel vertrouwen in dat wij voor de titel kunnen gaan. We hebben dit seizoen 4 wedstrijden nog maar verloren. En we staan bovenaan. Dus dat betekent ook thuisverdeel in elke ronde van de play-offs. Nou ja, hier heb je gewoon wel echt voordeel dat je thuis speelt. Dus ik heb de kans is wel groot en aanwezig, laat het zo zeggen. En dan word jij misschien kampioen? En je broertje ook? Ja, dat laten we hopen, ja. Ja, Spirit moet ook kampioen worden, dat zou hartstikke mooi zijn. En als ik nu nog kampioen kan worden, dan is dat top. Spirit, derde klasse van zondagvoetbal. Hebben jullie het vaak over met elkaar, over kampioen worden? Nou ja, goed, we houden natuurlijk allebei wel in de gaten van elkaar. En het is hartstikke leuk dat Spirit het goed doet. Ik ken veel jongens die in het team zitten en daar hebben we het wel eens over natuurlijk. Voor Spirit is het ook gewoon geweldig als ze kunnen promoveren naar een hogere klasse. Ja, voor mij persoonlijk is het ook geweldig als ik kampioen kan worden met Groningen. Wat voor druk om te kijken bij een kampioenschap en bij een nationaal kampioenschap? Ja, als ik Rogier Jansen moet geloven, die al vaak kampioen is geworden, komt er heel veel druk bij kijken. Dus ik ga het aankijken. Ja, maar goed, ik neem aan dat je het wel wat voelt. Het wordt nu wat spannender, het gaat richting het eind van het seizoen. De play-offs komen daar. Ik denk, een beetje kriebels in je buik, toch? Nou ja, goed. We hebben gewoon heel veel zin in de play-offs. En ik heb al een keer een finale gespeeld. Dus dan weet je wel hoe het gaat. Dus we zullen het zien. En voor al die luisteraars van ons, moet je dan weer helemaal terug naar Hoogkarspel vanavond? Nee, vanavond blijf ik nog lekker in Groningen. Morgen ga ik naar Hoogkarspel, ga ik bij KGB kijken. Die speelt tegen Spirit. Dus hoop dat Spirit morgen wint. Nog even over, ik neem het gewoon even op ook voor de krant, maar gelijk een verhaaltje van. Hoe zit je nu hier op je plek? Je zit hier nu voor mij een jaar, hè? Drie, oh ja, klopt. Ja. Je hebt Vincent Schot wel eens gesproken voor de krant, hè? Je hebt Vincent wel eens gesproken, collega van mij, voor de krant. Ja. Goed, je zit er nu 3 jaar. Ja. Ben jij gegroeid in die tijd? Ja, zeker wel. Ik ben wel gewoon gegroeid. Het is niet makkelijk soms om hier te spelen. Ik heb veel van de coaches geleerd hier. Ik ben zeker wel gegroeid. Wat voor opzicht dan? Nou ja, kijk, in heel veel opzichten. Er zijn kleine details, om het spel beter te lezen, om wat slimmer te zijn, allemaal van die kleine dingetjes en dat maakt je gewoon als basketballer ook. Nu heb je straks die play-offs, wat voor rol zie je voor jezelf daarin weggelegd? Hetzelfde als vanavond of mag je dan nog vaker spelen of juist wat minder? Normaal gesproken speel ik ongeveer 20 minuutjes per wedstrijd denk ik. Ik ga ervan uit dat in de play-offs ook zo zijn, maar kijk, we hebben veel wedstrijden te spelen. En het is gewoon goed dat ik samen met Ros Bekkering gewoon kan roteren. Het kost heel veel energie op de positie waar we spelen. En het is gewoon lekker als je elkaar kan afwisselen. 20 minuutjes per wedstrijd is gewoon de helft, dus het voelt ook echt als jouw titel straks. Ja, zeker. Ik geef een goede bijdrage aan het team. Het hele seizoen al. We zijn nog niet zo ver, hè. Maar als het er zo zijn, dan voelt het wel eens als mijn titel inderdaad. Ja. En dan komen er dan meer mensen kijken hier, vanuit Hoogkarspel hier naartoe, of gaan het dan meer mensen naar Spirit? Voor mij, er waren vanavond veel mensen. Er waren 13 mensen uit Hoogkarspel omstreken, dus dat vind ik redelijk wat. Dat is hartstikke leuk.
Maar dan gaan denk ik toch wel meer naar Spirit. Zit dichterbij. Wat goed, play-offs heb je straks. Wordt er ander basketbal verwacht dan in de competitie? Ja, play-offs is altijd is heel intensief en fysiek. Kijk, daar speel je echt ergens om. Kijk, in de competitie kan je nog een keer een wedstrijdje verliezen en dan is niet zo van de hand. Maar in de play-offs kan je meteen al 1 of 2-0 achter staan. Dat is gewoon zo intensief en fysiek basketbal. Dat is toch heel anders. Is dat anders voor je concentratie of anders echt voor je lichaam? Beide wel. Kijk, je moet ook geconcentreerd zijn, maar fysiek is ook gewoon echt een battle. Gewoon van twee teams die allebei een ronde door willen. Dus dat gaat een leuke strijd worden.